Ereronde van de winnaars, Beat It, Johnny Westerbrink. 5 jaar deze bruine ruin van Davy Donoe uit Ruthless Queen, gefokt door de heer Leusink. In bezit van bakker, vastgoed, trainer, rijder John Westerbrink. En aan het hoofd zijn partner en voor haar is die mooie volgestopte coolbox en een waardebon. Bedankt aan de dame en de heren van de coolboxbocht. Beat It, klassiek talent als jong paard, liep in de derby. En uiteindelijk hier op latere leeftijd dan mooi winnaar op de baan van Emmeloord. John Westerbrink wordt gefeliciteerd door zijn moeder en zijn oma. En Beat It is nog wat onrustig. We willen hem wel de bloemen geven. Maar ik loop even met je mee, John, als dat goed is. Ik hoop dat er een beetje korte bochtjes gemaakt worden. Want mijn conditie laat enigszins te wensen over. Hij was mij de laatste paar keer opgevallen. Ja, het is een grasbandpaard. Grote baan is een beetje zat, maar gaat hij goed mee. En wat doe je op het moment? Je hebt dit paard op jezelf staan en je werkt ook nog een beetje bij Aag, of is die verbintenis alweer over? Nee, ik zit s'morgens bij Aag Postumus en smidden voor mezelf. En hoeveel staan er nog bij jou? Ik heb er nu op het moment 5 staan. Drukke dagen, John. Oh, valt mee. Valt mee. De bloemen zijn inmiddels overhandigd aan diverse. Als het nog lukt, Remco, nee, gaat niet meer lukken, denk ik. Dan komt hij wel goed. We gaan geen risico's nemen. We brengen Beat It terug naar de baan, zoon van Davy Donoe. Paardje met veel dadendrang en de laatste keren goed gelopen. En vandaag paste alles en is het een volle overwinning. En John wil toch nog even proberen om een foto te maken. Ja, dat is gelukt. Wim Huijers die schiet dat wel. Geef ze een applaus, dames en heren. Ze komen zo dadelijk aan u voorbij. De winnaars van Oving, autobedrijf Renault, Dacia, Emmeloord, prijs. En dat zijn geworden Beat It en Johnny Westerbrink.